De eerste dag met de avondklok zit erop en het was een rustige nacht in Gelderland. Ik hoor van de politie wel terug. De meerderheid van de mensen die zij aanspreken, die hebben echt wel een geldige reden om buiten te zijn, maar het is aanmerkelijk rustiger. Er zijn wel een aantal boetes uitgedeeld. Bij een controle bij Zaltbommel zelfs tientallen. Goedenavond. Verder in het nieuws vandaag. Tegenstanders van de avondklok hebben van zich laten horen in Wageningen. Het vrijheidsmonument daar werd ingepakt in plastic. En een bowlingcentrum in de Betuwe had het al moeilijk door de lockdown. Nu zijn ook nog eens allemaal ramen ingegooid. Verplicht thuisblijven. Voor Nederland is het een ongekende maatregel, maar we hebben eraan moeten geloven. De eerste dag met de avondklok zit erop. Door het hele land zijn meer dan 3.500 boetes uitgedeeld. Maar volgens burgemeester Bruls van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid was het overal een rustige nacht. Hij is tevreden. De eerste slag is een daalde waard, luidt wel eens het gezegd. En laat dat dan de opmaat zijn dat we met z'n allen begrijpen en zullen blijven begrijpen dat we 's nachts nu even binnen moeten blijven. Of alleen met een geldige reden op pad, want dat blijft natuurlijk. Dat het rustiger was buiten, was ook goed te zien op de weg. Dit is beeld van de A12 bij Arnhem van een gewone avond. Afgelopen vrijdag was dit. En dit was gisteren, dezelfde plek, maar toch een stuk minder druk. Dat zie je vooral als je de beelden zo naast elkaar zet. Je ziet gisteravond hier eigenlijk alleen een vrachtwagen rijden. Op een andere snelweg hield de politie een grote controle. Tientallen agenten haalden mensen van de weg om te kijken of ze een verklaring hadden. De controle was hier op de A2 bij Zaltbommel. Iedereen die daar na 9 uur nog reed, werd van de weg gehaald. Op vrachtwagens na, omdat die vanwege werk rondrijden. Agenten controleerden alle automobilisten en iedereen die geen geldige verklaring bij zich had, werd op de bon geslingerd. In totaal zijn 45 bekeuringen uitgedeeld. En van tevoren zeiden de Gelderse veiligheidsregio's al dat er niet gewaarschuwd zou worden. Ze zeggen dat de tijd van waarschuwen echt wel voorbij is. En dat 's avonds veel agenten de straat op worden gestuurd om te controleren. In Nijmegen kan je een speld horen vallen. In de doorgaans drukke stad loopt geen hond op straat. Of nou ja, een enkele dan. Want met je huisdier mag je nog wel de straat op. Net als voor werk. Wij zijn net klaar met sluiten van werk. Dus wij gaan nu naar huis toe. Dat is eigenlijk wat we nog gaan doen. Ja, ik kom net van mijn werk af. Ik werk in de gehandicaptenzorg. En als u nu kijkt naar die avondklok, wat vindt u er dan van dat die is ingevoerd? Ja, het is natuurlijk heel erg vervelend. Ik bedoel, ik fiets net hierheen en het is gewoon kale bedoeling allemaal. Maar ja, weet je, we doen het allemaal voor de anderen. En ik hoop ook dat de cliënten bij mij en zo allemaal gezond blijven. Dus ja, ik zou zeggen, hou je er gewoon aan. Op wat maaltijdbezorgers na en de vele agenten die op de been zijn, is het stil in de binnenstad. De nachtburgemeester van Nijmegen ziet het met leden ogen aan. Ja, ik denk dat het heel raar is voor heel veel mensen dat zij thuis moeten blijven. En dan gaat die avondklok, hè, dat is niet alleen maar dat alles dicht gaat, maar dat je ook echt alle voordeuren gaan ook echt dicht. En ik denk dat heel erg moeilijk is voor de mensen die toch gewoon 's avonds even een rondje willen lopen. Dat je toch even in alle rust langs de Waal wil lopen en dan kan genieten van het uitzicht. Ook dat unieke wat de nacht kan brengen, dat stukje magie, dat je dat ook gaat missen. We gaan naar verslaggever Madelien Jansen in Nijmegen. Madelien, gisteravond was jij ook in Nijmegen. Waren er, zoals aangekondigd, echt zoveel controles? Jazeker, de politie was hier in Nijmegen in de binnenstad echt zichtbaar aanwezig. Met name fietsers en wandelaars en scooterrijders werden gecontroleerd op de juiste papieren. Een agent ter plaatse zei al wel dat de meeste mensen daar eigenlijk over beschikken en dat het heel erg rustig was. En de landelijke cijfers van de politie die bevestigen dat ook vandaag. Want van alle mensen die staande zijn gehouden vannacht is had ongeveer 80% de goede papieren bij zich. En dus was legaal eigenlijk op straat. Burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, en voorzitter van het Veiligheidsberaad zegt dat de komende 3 dagen waarschijnlijk nog meer politie dan anders op de been is. En daarna bekijkt hij verder. Als we dus echt langer, voor meerdere weken, je extra inzet moeten doen, ja, dat zou niet kunnen zonder dat we keuzes overdag moeten gaan maken. En dat zullen we dus later deze week ook moeten beslissen. Als de lijn gaat zoals die nu is ingezet, dat mensen het begrijpen, er worden een aantal bekeuringen uitgedeeld en vervolgens gedraagt het merendeel zich, nou ja, dan kunt u ook wel vermoeden, dan hoeven we natuurlijk niet op dezelfde manier het tegenaan te willen gaan. En dan hebben we ons doel bereikt.
Hubert Bruls heeft het dus over de inzet in de nachten, waar het dus vannacht in Nijmegen wel erg rustig nog was. En dat is best wel een contrast met hoe het nu weer is. De rotonde, het Keizer Karelplein, daar wordt weer volop over gereden. Terwijl ja, vannacht was het hier stil en kil. En toch wel een, ja, was het een hele onwerkelijke situatie. Maar goed, het is wel het beeld waar we het waarschijnlijk de komende weken in ieder geval nog mee moeten doen. Dat denk ik ook, Madeline. Dank je wel. Voor supermarkten was het ook eventjes omschakelen. Zij zijn als een van de weinige winkels nog open en ook 's avonds, maar moeten nu eerder dicht. De avondklok gaat om 9 uur in en dat betekent dat de supermarkt iets daarvoor al sluit, zodat iedereen weer op tijd thuis is. Want normaal is het zo dus dat er om 9:45 dus nog tientallen klanten meestal in de winkel lopen. Want dan hebben ze natuurlijk de tijd tot 9:55 om af te rekenen. En als ze dan om 10:30 thuis zijn, dat maakt de consument niet uit. Want dit doen gewoon hun boodschappen. Ja. Maar oké, nu zit er een bepaalde verplichting zit eraan. Men moet gewoon om 9:00 thuis zijn. Dus de mensen nemen al geen risico meer, denk ik. 9:15 gaan de deuren dan echt dicht. Maar dat heeft niet iedereen meegekregen. Ja, ik moest nog een nacht doorwerken wegens examens. Dus ik krijg snel een Red Bulltje. Maar dan wordt het koffie helaas. Ja, dat wordt dan koffie. Ook prima. De vakkenvullers hoeven niet voor de avondklok thuis te zijn. Ze hebben een werkverklaring. En zo kan de voorraad toch gewoon worden aangevuld. Nou, niet per se heel spannend, maar wel ja, raar of zo. Misschien ook wel een beetje bang dat je wel door de politie wordt aangesproken. Al is dat helemaal niet erg, omdat ik er gewoon mag zijn. Maar het is vooral gewoon raar, vind ik. Nou, voorafgaand aan de invoering was er veel discussie over de avondklok. Sommigen vinden het een te grote beperking van de vrijheid. Als protest is vannacht het Vrijheidsmonument in Wageningen ingepakt in plastic. Het is een monument ter nagedachtenis aan de bevrijding. Nou ja, ik snap wel dat het een goed monument is om zo'n actie te doen. Maar de actie zelf die snap ik niet zo goed. Ik ben het er niet mee eens. Nee. Als iemand het wil doen om te laten zien dat we onze vrijheid kwijt zijn, dan moeten ze dat vooral doen. Ik heb hier minder moeite mee dan met 500 man op de Dam gaan, terwijl wij allemaal ons netjes aan de regels houden. Want de avondklok is volgens mij een actie om het aantal contactmomenten tussen mensen te verkleinen en daarmee dus het virus onder controle te krijgen. Dus om die twee dingen met elkaar te koppelen, die link die zou ik niet leggen. Nou, tot zover onze berichtgeving over de avondklok. En straks, het is een klein plaatsje diep in de Achterhoek. De Heurne, maar ze hebben wel een prijs gewonnen. En waarmee, dat hoor je zo. Bij bowlingcentrum De Wanmolen in Zetten zijn vernielingen aangericht. Op beeld is te zien dat er klinkers tegen de ruiten zijn gegooid. Meerdere ramen zijn zwaar beschadigd. Voor zover bekend is niemand binnen in het pand geweest. De Achterhoek was vanochtend gehuld onder een deken van sneeuw. Het was niet veel, een centimeter of 1-2. Mooie plaatjes zijn het. In elk geval wel genoeg voor sommigen om er echt even van te genieten. Ach. Het is vandaag de dag van het onderwijs. Op zondag zijn de scholen hier natuurlijk dicht. Maar op een paar andere plekken is wel les gegeven. Want in Arnhem krijgen sommige kinderen op zondag altijd speciale lessen. Wie van jullie weet waar het vandaag over gaat? De 11-jarige Arda zit er al helemaal klaar voor. Om 1 uur begint zijn wekelijkse gastles van de Leuk om te leren weekendschool. Het is niet eens school. Je gaat dingen leren over een specifiek onderwerp. En je moet niet zulke reeks sommetjes maken als 16 keer 8. Nee, dat niet. Want dat is wel heel saai. Het is zeker geen rekenen, het is ook geen taal. Hè? Al onze leerlingen zijn tussen de 10 en de 14 jaar en zitten op één van de scholen die vallen onder het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Arnhem. En we willen ze een beeld geven van beroepen, van de arbeidsmarkt. Een beeld wat ze misschien van het huis uit niet zo makkelijk krijgen. Vandaag gaat de gastles over het Musis en Stadstheater Arnhem. En krijgen de leerlingen van alles te horen over de verschillende beroepen van mensen die daar werken. Het is een onderwerp waar Arda tot vandaag nog niet zoveel over wist. Je weet wel een beetje wat het inhoudt, maar je weet er nog niet zo heel veel van. En dan leer je wel heel veel ervan. En dan zou ik jullie een kijkje achter de schermen geven. Maar ik zie het niet als school. Ik zie het meer iets als wat je kunt doen in je vrije tijd. De Heurne in de Achterhoek heeft een prijs gewonnen. Ze hebben de titel Gelderse kern met pit te pakken, omdat het dorp een oud voetbalveld heeft omgetoverd tot dorpspark. Het was ooit een gewoon voetbalveld,
Maar toen er steeds minder gebruik van werd gemaakt, besloot Heuns Belang er wat moois van te maken. En dat dat gelukt is, blijkt wel nu ze de Gelderse Kern met Pitprijs hebben gewonnen. Het is een tiny forest. Bos is er aangelegd, er is een voedselbosje aangelegd. Er is een basketbalveld en, is er aangelegd. Er komen bijenkasten te staan, er is een trapveldje, er is een crossbaantje. Er is eigenlijk van alles waar iedereen aan mee kan doen. En in de praktijk lijkt dat ook zo te gaan werken, want de dorpsschool wil er les gaan geven. Op het krabbelveldje bijvoorbeeld, waar je op kan schaatsen, basketballen. Je kan ook stoepkrijt hierop en dan kan je sommetjes en alles opschrijven. Bijenkasten komen er ook met twee imkers en die twee imkers gaan ons alles uitleggen over bijen. De kern met Pitprijs levert €1500 op en een heleboel ondersteuning om het plan te realiseren. Voor de ontwikkeling van het parkje heeft Dorpsbelang bewust contact gemaakt met de jeugd. Op zo'n manier willen we toch zien dat we oud en jong bij elkaar kunnen krijgen, dat die verbinding erin komt. Er wordt gehoopt dat de jeugd ook zo lekker wordt gemaakt voor het vrijwilligerswerk. Want het Heurnse veld is er vooral gekomen door de tomeloze inzet van 80 vrijwilligers. Of dit initiatief ook de landelijke Kern met Pitprijs gaat winnen, dat is nog even afwachten. Nou, goed gedaan in elk geval. En om de jeugd in deze tijd een beetje bezig te houden, worden in de bossen bij Arnhem looptrainingen georganiseerd. Door niemand minder dan Olympisch atlete Eva Hovenkamp. Het is een ontsnapping voor kinderen die nu veel thuis zitten. Hou die balans. Het is niet alleen rek, maar ook een beetje balans. Want je staat de hele tijd op één been. In de fraaie, uitgestrekte bossen bij Arnhem gaan 23 kinderen helemaal los op de vrije zaterdag. Onder leiding van topatlete Eva Hovenkamp uit Ede een heerlijke uitlaatklep, nu er zo weinig mogelijk is. Ze doen alles thuis, dus je merkt ook wel nou ja, door het grote aantal dat kinderen toch wel behoefte aan hebben. En ik denk ook wel ouders, dat ze denken, mooi, kinderen zijn even op pad. Maar ja, ze hebben heel veel energie. En de training hier is niet heel zwaar, want daarna hebben ze nog een korte cross. En tijdens die cross wordt de conditie nog behoorlijk op de proef gesteld. De kinderen genieten ervan. Ik vind het gewoon fijn om gewoon kapot te gaan en dan terug te kijken. Ja, ik heb het gewoon gedaan. Het is niet heel bijzonder tijdens corona. Kan niet echt ergens naartoe of zo, dus lekker sporten. De bedoeling is wel dat we de poortjes laten staan. Van Felix, go, yes! Ik krijg zoveel energie van die kids en ze zijn zo enthousiast. En dat maakt het voor mij ook leuk. Ik ga hier echt met plezier heen om weer een groep kinderen training te geven. Dus daar krijg ik echt veel energie van. Ja. Het is echt een dance move! Het weerbericht dan nog. Ja, net als vandaag gaat er ook vannacht wat sneeuw op het dak terechtkomen. Vooral in het rivierengebied is die kans groot. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 graden onder nul. Het kan lokaal glad zijn. En morgen wordt het een beetje hetzelfde weer als we vandaag hadden. Maximaal 4, 5 graden en het blijft droog. De komende dagen blijft het weer een beetje hetzelfde. Maar langzaamaan wordt het wel zachter. Overdag wordt het wat minder koud. En dat is dan in de loop van volgende week. En dit was het Gelders Nieuws van zondag 24 januari. Het laatste nieuws vindt u natuurlijk in onze app. Bedankt dat u keek en ik wens u een heel mooie zondagavond verder.